Ja, ik doe heel veel verschillende dingen. En eigenlijk die guerrilla art is iets waar ik me de laatste jaren steeds meer in ben gaan verdiepen. Het gaat erom, hoe bereik je nog iemand zijn hersens? Hoeveel prikkels krijg je op een dag niet? Zelfs je auto praat tegen je en de mobiele telefoon en alles piept, fluit en tikt. Dan krijg je nog een berg internet, tv. Dus dat is een soort informatiestress, een soort blur. En als je dus al aan een groep mensen iets wilt communiceren, dan zal je iets anders moeten verzinnen. En dat is eigenlijk ook de oorsprong van guerrilla advertising en guerrilla art. Een paar jaar geleden is het eerste bureau in guerrilla advertising in Los Angeles begonnen. Maar die hebben ook zeg maar grote bedrijven als klant. En die geloven in het systeem van minimal expense, maximum exposure. Hè, ofwel, een beeld vertelt meer dan 1000 woorden. Dus je moet iets verzinnen waardoor je ineens, ja, toch vaak ook met humor, ineens in een grote groep mensen hun hoofd terechtkomt. Dat is eigenlijk de diepe achtergrond van dat dikke dametje op die stukje fastfood. Ja. En dat kennelijk, dat wilde ik ook onderzoeken, dat is eigenlijk het project. Wat gebeurt er nou? Wie gaat mij nou bellen? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, dat is nogal wat. Het is de vijfde keer dat er een camera voor mijn neus staat. Ik ben de interviewer, de Telegraaf. Ik ben op de radio-interviews. Ik heb zit in een aantal communities. Daar stromen de opmerkingen, adviezen, complimenten binnen. Sommigen zeggen van, ja, dan moet je gelijk doorspoelen dat beeld. Maar die hebben gewoon niet door dat ik bezig ben om te kijken wat er gebeurt als je in de publieke ruimte zonder toestemming iets neerzet. Het ging mij niet om in te breken in de openbare orde, maar wel in te breken in mensen hun hersenpannen. En volgens mij is dat redelijk gelukt. Nou ja, kijk, wat mij betreft is dat natuurlijk helemaal, dat is een optimale stukje vrijheid. Want die heeft een kunstwerk neergeplaatst zonder de gebruikelijke procedures te doorlopen. Geen vergunningen aangevraagd. Gewoon gezegd van, joh, ik plaats daar een grote, blonde, dikke vrouw op een hamburger. Nou, er zat ook een hele belangrijke boodschap achter. Dus een boodschap tegen de consumptiemaatschappij. Ik vond het zelf een hele ludieke actie. Ik vond het kunstwerk ook zeker mooi. En de boodschap die uitgedragen werd ook heel erg belangrijk. Maar ja, goed, wij hebben niet de vrijheid als overheid om dat soort dingen te plaatsen zonder een vergunningsprocedure. En zonder inspraak van de omgeving. Dus helaas moest die verwijderd worden. Maar ik hoop niet dat kunstenaars die dit soort initiatieven nemen, hè, dat is een guerrilla-actie. Dat ze zich daardoor beperkt voelen of dat ze nou zoiets van, nou, we gaan het niet meer doen. Het is jammer dat het verwijderd moet worden, maar ik vond het wel een hele ludieke manier om toch mensen toch te laten nadenken over een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Het was echt een beeld wat heel veel mensen gelijk aan het denken zet en praten zet met elkaar. En dat zie je niet vaak met een beeld. Dus ik vond het fantastisch. En ik vind dat je zelf een kunstenaar iets definitiefs neer moet zetten. Er is heel veel onzinnige kunst in Rotterdam, vind ik zelf op het moment. En dit was een, voor iedereen kan deze boodschap van dit kunstwerk begrijpen. Ik vond het een kunstwerk. 90% van de reacties, misschien nog wel meer, zijn positief. En als men uiteindelijk dat dit beeld daar wat langduriger wil hebben staan, nou, dan zou ik dat natuurlijk geweldig leuk vinden. Alleen dan moet er wel het een en ander aan gebeuren. Valt dit nou helemaal buiten je gebruikelijke werk of past dat prima in de reeks werken die je maakt? Nou, dan moet je even meelopen. Ik heb een oud schilderij van 10 jaar geleden, kijk uit. Ja, dit is een strandtafereel. Het zijn eigenlijk, ik noem dat artoons. Je hebt ooit een keertje de groep de artoonisten gehad die een beeld over van Olly B. Bommel hebben gemaakt bij de Blaak. Maar dat woord artoon, dat zit al 15 jaar in mijn hoofd. Dus ik heb, ik vind strips en cartoons ook interessant. Maar aan de andere kant zie je eigenlijk mijn recentere werk. En dat zijn wat impressionistischere, iconistische beelden. Die heb ik geschilderd toen Michael Jackson overleed.
Dat zijn twee dames in klederdracht in Zeeland. Die zijn eigenlijk zwart, dus die heb ik full collar gemaakt. En een winkelende vrouw, een paard. Portret in de stijl van Kees van Dongen. Ja, ik doe heel veel verschillende dingen. Heel goed schermen. En ik werd uitgenodigd. De schermenstrijders uit Afrika, geweldig. En die surfen allemaal. Dus ik heb gesurfd, maar dat hoeven ze ook natuurlijk op een gigantische manier. Zodanig dat ik echt het hele proces had doorgemaakt. Je hebt een aantal grenzen die je bereikt als je onder water zit. En op een gegeven moment, ja, dan raak je echt de weg kwijt en dan je bent bewusteloos. Heel veel moeite gedaan om geen water in te ademen. Nou, uiteindelijk heb ik ook nog die surfplank bovenop mijn gezicht gekregen. Bleek later, want ik had een soort halfgebroken neus. Mm. En toen werd ik wakker op dat strand. Ik hoorde een stem van, are you alright, sir? En toen keek ik omhoog, toen zag ik alleen een blauwe lucht en een blond krullend jongen van de jaren 15. Een mooie jongen. En toen dacht ik, oh, een engel. Ik zeg dat. En toen sprak hij Engels. En toen dacht ik, dat schiet op. Ze spreken Engels in de hemel. Ja, dat was zo'n surrealistische ervaring. Maar dit heeft later mijn beslissingen wel beïnvloed dat je in je dagelijkse bestaan wel moet gaan doen wat je eigenlijk in je zou willen doen. Nee. Het is zo gebeurd, weet je. Ja, en dat, ik heb een wat existentialistische levensstijl, om het nou maar eens pluk de dag. Niet met disrespect voor de toekomst of verleden, maar ik doe heel erg veel. Nou ja, ik heb de Spaanse en Latijns-Amerikaanse talen letterkunde gestudeerd, omdat ik uitlootte voor tandkunde. Maar ik loodde 3 keer uit voor tandkunde. Uiteindelijk ben ik ook tandarts geworden. Ik heb praktijk op de Heemraad Singel. Grote praktijk. Nog. Ja, er zitten 2000 patiënten in. 3 assistenten, secretaresse, mondhygiëniste, techniek. Mijn neef werkt bij mij. Samen met Thomas Verbeek en zijn dochter. Er zitten met 14 man. Nou, dat is heel druk. Moeilijk werk. Ik verveel me snel. Ik vind het pas leuk als het echt heel moeilijk wordt. Dan ben ik in mijn element. Nou, maar tekenen en schilderen heb ik altijd gedaan. En Kees van Dongen is geen kleine jongen. Dat is echt goed. Ik heb mijn vrouw geschilderd in de stijl van Kees van Dongen. Die hangt daar in 1 uur tijd. Maar ja, ik ga zo even kijken. Ja. Dit is eigenlijk mijn woonkamer. Je bent hier vaak? Ja, als het enigszins kan ben ik hier. Ja, ik ben getrouwd, ik heb een hele leuke gezin. Ik heb 3 dochters en honden, cavia's, katten, goudvissen, manager. Mijn vrouw doet heel veel, dus daar kan je natuurlijk, anders kan je zo niet functioneren. Dus ik probeer echt nu mijn kunstenaarschap. Alles wat ik maak dit jaar is al alles is verkocht. Of er zijn opdrachten. Gaat eigenlijk goed, ondanks de malaise in de hele wereld. Die eigenlijk natuurlijk voornamelijk in mensen hun hoofd ook weer zit. Tuurlijk is het moeilijk met banken, maar ja. Dan moet je gewoon een beter plan verzinnen. Ik geloof in creative thinking. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik maak niet of schilderijen of dit of dat. Ik ben eigenlijk altijd aan het nadenken. Hoe zit dat? Ik ben nieuwsgierig en dan probeer ik iets nieuws te verzinnen. Dat is mijn kunstenaarschap. Dus het kan, wat ik eigenlijk doe, weet ik niet. Maar het is steeds anders. Maar dus, roekeloosheid is onderdacht. Dat is bijna synoniem. Ja, dan ben je een soort thrill seeker. Nee, dat heeft met dat beeld niks te maken. Nee, ik toch misschien door die bijna doodervaring of het zoeken naar het grensgebied van... Een goede vraag. Naar waar het echt om gaat. Dat is een goede, nou begrijp ik je vraag pas echt goed. Dat is een gevaar. En dat is echt een goede vraag, want, en dat heb ik wel eens een paar keer uitgelegd aan mensen, door die ervaring, dus het is heel gek, heb ik bijna geen angsten meer voor niks. En een angst is eigenlijk een noodzakelijk kwaad in de mensen functioneren. Ja. Dus ik dwing mijzelf toch aan bepaalde grenzen te houden.
Maar dat zijn meer geen reflexen meer, dat zijn echt beslissingen die ik zelf moet nemen. Dus in die zin zou het kan tot roekeloosheid leiden, ja. Tot nu toe, afgelopen 30 jaar is het redelijk gegaan. Want het is al 20, 30 jaar geleden, dat verzuimverhaal. Wat wel op me afkwam was het verdriet van mijn ouders of zo. En van mijn familie. Die zouden daar niet echt blij mee geweest zijn als ik in een doosje terug was gekomen uit Zuid-Afrika. En toen met een laatste krachtsinspanning, want dat touw zat vast onder een rots onder water, terwijl het was gewoon klittenband, maar ja, zo ervaren was, ik kon helemaal niet surfen. En toen kwam ik uiteindelijk toch boven, ik voelde toen wel buitenlucht weer. Maar toen had ik niet de kracht om adem te halen, dat was een verschrikkelijk moment. Ik kon ademhalen, maar toen was ik zo ver weg en geestelijk en lichamelijk al zo ver weg dat niet ging. Vanaf dat moment weet ik niet meer. Toen moet ik dus die surfplank zo bovenop mijn gezicht hebben gehad en toen ben ik aangespoeld. Ik zal mezelf in de reflex nog aan die plank hebben vastgehouden, dat denk ik wel. Ja. Ik was wel aan het overleven. Ik was eigenlijk wel toeschouwer van mijzelf, dat ik zag mijzelf vechten om te overleven. Als van een kleine afstand. Dat was wel gek. Maar ik heb mijn hele leven getekend en gespeeld. God man, kisten vol met tekeningen. Oh, dat is je vrouw. Mijn vrouw, ja. Die heb ik in één keer. Nou, prachtige vrouw, blijkt het nog. Ja, ja, ja. Heb ik in een uur gemaakt. Ze had geposeerd hier. Ja. Ja, dus acryl en spuitbus, spraycan. Met spuitbussen ben je altijd genoodzaakt om super snel te werken, dus dat vind ik altijd leuk. En dan krijg je vaart in. Ja, dat is ons bouwpakket. Ja, ik ben benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Ik ook. Nou, het heeft in ieder geval al een positieve start gemaakt. Want hoeveel oktober zei je? Bij 14 oktober heb ik gesprek met op de deelgemeente. Ze hebben het direct door. En dat is dat guerrillamatige effect van dat beeld. Dat het ineens ergens is en dat het, ja, het is helemaal geen belerende kut. Ja. Er zijn ook hele leuke en hele gezonde mensen die zwaar zijn. Dat vind ik helemaal. We zijn allemaal verschillend, dat maakt mij helemaal geen bal uit. Nee. Er zijn wel 1 miljoen diabetici in Nederland. En dat is diabetes mellitus 2, dat komt echt door eetgewoonten.